Door de coronamaatregelen zijn alle binnensportlocaties gesloten. Dat betekent ook voor Circus Miloco en Gymsport Leiden dat zij al maanden geen les kunnen geven. Jeroen van Ede van Circus Miloco bedacht een plan en stapte ermee naar de gemeente. Nu staat er een grote circustent op het voormalig terrein van Leidse Boys aan de Voorschoterweg. Elke dag zijn er circus- of gymsportlessen. Ja, ik had zoiets van, ik zag al meerdere mensen in partytents buiten sporten. En toen had ik zoiets van, officieel was zo'n grote tent, zou als binnenlocatie gelden. Maar gelukkig door de gemeente hebben we met bepaalde afspraken hebben we toch kunnen zorgen dat ze met alle kanten open we dit zo kunnen organiseren. De gemeente zag het plan van Jeroen ook zitten en had meteen een samenwerkingspartner in de aanbieding. Gymsport Leiden dus. Ze hebben allemaal dezelfde spullen nodig, dus voor ons was het eigenlijk heel goed idee om samen te gaan. En hoe is dat dan, buiten les krijgen op een eenmansfiets? Machtot en Vitalia hebben er inmiddels ervaring mee. Nou, ik vind het wel leuk, want je hebt natuurlijk wel dat het lekker warm is soms. En je hebt veel meer ruimte. Maar het is natuurlijk ook wel fijn om in de zaal, want dan heb je niet een ondergrond waarmee je heel hard kan vallen, zeg maar. We zijn wel iets beperkter hier. Ja, het is een kleinere vloer en de grond is wiebeliger natuurlijk, wat meer hobbelig. En dat maakt het wel wat lastiger, vooral voor beginners. Maar voor gevorderden gaat het eigenlijk prima. Ja, ik vind het wel heel fijn, want ik vind het thuis zitten en dan niet circus doen vind ik wel een beetje saai. Dus ik vind het wel leuk dat we nu dingen buiten kunnen doen. En ik vind het fijn dat Jeroen dit heeft geregeld. Maar kun je ook gymsporten in een circus tent? Voor sommige mensen lijkt het natuurlijk altijd circus. Maar wij doen natuurlijk onze eigen disciplines die we ook zoveel als mogelijk proberen te faciliteren hier in alle dingen. Goed, ook hetzelfde probleem als wat Jeroen aangaf met de vloer is allemaal anders. Maar goed, we hebben de vloer eigenlijk ook iets vergroot, zeg maar, met extra houten platen die we kregen van bouwmaat. Dus dat was ook heel erg fijn, zodat we ook meer ruimte hadden om binnen ook de toestellen kwijt te kunnen. Maar we kunnen hier eigenlijk wel een soort van gymles geven, zeg maar ook. We hebben ook van die grote springkussens neer kunnen leggen straks. Dus ja, op die manier kunnen alle kinderen hier wel uit de voeten. Als de binnensportlocaties weer open mogen, gaan ook Circus Miloco en Gymsport Leiden weer terug naar hun eigen zalen. Maar dat betekent niet meteen het einde van de nieuwe samenwerking. Ik heb al vaker gezegd ook dat het supergoed is dat we ook de sport Leiden samen meer moeten optrekken. Nou, dit is eigenlijk ook weer op een iets andere invalshoek. Maar we hebben al met elkaar gesproken over allerlei andere activiteiten waarin we zeggen van nou, misschien zit daar nog wel eens een vruchtbare samenwerking in. Of het nou gaat om een grote demonstratie of iets dergelijks. Nou, dan kun je op die manier elkaar ook versterken. Miloco doet heel graag samenwerkingen. We doen dat met muziekverenigingen af en toe. Maar we hebben het ook eens met theaters gedaan. En dit lijkt me ook een hele leuke is om uit te proberen in een hele andere hoek.